Wij zijn hier vandaag in Wildlands Park in Emmen met de kick-off van onze bijeenkomst van het project Bionica in het MKB, waarbij we samenwerken met Nederland en Duitsland. En het doel daarvan is om te kijken van zijn er voor de complexe technologische problemen die bedrijven hebben, oplossingen in de natuur te vinden. Bionica is eigenlijk een innovatiemethode die de natuur gebruikt als inspiratiebron voor bijzondere technische innovaties. Zoals bijvoorbeeld klittenband is een voorbeeld van Bionica. Die is gebaseerd namelijk op de klit. Dat is een zaadje zeg maar, van een plant die zich overal aan vasthaakt. Een ander voorbeeld is de opstaande randjes aan de vleugels van vliegtuigen. En dat is om turbulentie te verminderen, waardoor het vliegtuig minder energie verbruikt. Dat is afgekeken van vogels. Das Unternehmen braucht natürlich eine gewisse Offenheit für neue Ideen, die auf den ersten Blick erstmal ungewöhnlich klingen. Het project duurt 3 jaar. Het loopt tot en met 1 april 2019. En in die periode willen we eigenlijk, het doel is om voor uiteindelijk 10 ondernemers prototypen te hebben gebouwd op basis van het bionische principe. KMU hebben het probleem dat ze geen grote ontwikkelingsbudgets hebben, maar ze zijn trotzdem im internationalen Wettbewerb. Ze moeten zu Sprunginnovationen komen die een grote voordeel gegenüber der Konkurrenz bieden. Ieder bedrijf wat met innovatie te maken heeft, wat met technische innovatie te maken heeft, of het nou MKB is of niet, kan zeer veel leren van de natuur. Voor mij zou het project een succes zijn als meer ondernemers gebruik maken van bionische principes. Dat wijdverspreid gebruikt wordt. Dus niet alleen in dit project, maar ook daarbuiten.